krachten. Welkom aan alle ouders, maar vooral ook welkom aan jullie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Mark. En op welke school zit je? Oh, bij Zwervogel. Oké, okay. En wat ben je vandaag aan het doen? We wandelen voor water voor kinderen. Wat doe je? Ja, ik ben vergeten welk land dat heet. Maar... In Indonesië? Ja, Indonesië. Oh ja. In een heel klein stadje, Yogyakarta. Oké, okay. En wat houdt wandelen voor water precies in? Nou ja, dat weet ik echt niet. En hebben jullie ook een les gehad op school misschien? Ja, we hebben een aantal les gehad over water en dijken en waterkringlopen. Okay. En over arme landen die niet zoveel water hebben. Ja. En dat al het geld wat we hierbij ophalen gebruiken voor wc-hokken. Mm-hmm. Zodat meisjes met... die kunnen dan ook gewoon naar school. Want die hebben verplicht huisjes nodig met deurtjes erin. Okay. En ook voor tandpasta, tandenborstels. En om les te geven. Ja. Voor hoe je je tanden moet poetsen. Hi meiden. Mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Wandelen voor water. En waarom zijn jullie dat aan het doen? Voor waterputten in India. In India? Of voor de wc's. Ja, en de wc's. En wc's. Oh, oké. Okay. En waar wandelen jullie nu mee? Met 6 liter water op ons. Met 6 liter water op ons. Is het zwaar? Ja. Maar als je af en toe je rugzak op je buik en dan weer op je rug doet, dan valt het wel mee. Oh, oké, okay. Mooi zo. En jullie hebben ook een gastles gehad over water, toch? Ja. Wat hebben jullie toen geleerd? Veel. Ja, te veel om op te noemen. We hebben heel veel geleerd. We hebben van dat ze geen doortreksysteem hadden. En dat je dood kan gaan van diarree. Ja. Ja, daar is ook geen ziekenhuis. Ja, ze hebben geen ziekenhuizen. En dat soort dingen hebben we allemaal geleerd. Ja, ze krijgen les om hun tanden te poetsen. En ze krijgen les om naar handen te wassen. Ja, handen te wassen. Ze krijgen les voor hygiëne. Ja. Ja, dat is wel anders dan hoe wij het hier hebben, hè? Ja, heel anders. Ja. En, maar daar is wel lekker warm. Ja, maar wat zou je ervan vinden om elke dag met water te moeten lopen? Alleen om te kunnen drinken? Vreselijk. Ja, vreselijk en heel erg zwaar. Vreselijk zwaar. Ja. Wat ik mag overhandigen aan meneer Steenwinkel. En meneer Steenwinkel is van Stichting Kinderhulp Indonesië. En die zorgt ervoor dat al die kinderen op de scholen in Yogyakarta toiletgebouwen krijgen en les in hygiëne. En wij mogen overhandigen een bedrag van 19.000. Jongelui, hartstikke bedankt voor alle moeite die jullie hebben gedaan. En wat zo leuk is, de kinderen in Indonesië die veel minder geld hebben en die soms niks kunnen kopen voor boeken, schoolboeken of kleding. En die hebben ook, de scholen hebben hele slechte toiletten of soms helemaal geen toiletten. Nou, voor dit geld, voor deze 19.500... kunnen we 23 scholen voorzien van een mooi toilethuisje met 2 toiletten erin, met een hele goede afvoer, zodat er dus geen ziekte, kiemen enzovoort meer blijven in het toilet. Dus het zijn hygiënische, schone toiletten. 23 scholen door jullie werk. Hartstikke bedankt!